Lex Harding en John Hanen die wilden dat programma gaan doen. Lex heeft, meen ik, in zijn leven ooit eens een UFO gezien en was daardoor eigenlijk zo geïnteresseerd geraakt in deze materie dat hij dacht, we hebben op het toenmalige Hilversum 1 nog wat tijd over. Laten we 's avonds tussen 11 en 12 een programma gaan doen met spannende verhalen over niet te verklaren onderwerpen. En de eerste jaren heeft het Zwarte Gat geleefd eigenlijk. En langzaam bleek dat er een heleboel dingen die onverklaarbaar waren ook bij het publiek leefden. En er kwamen steeds meer luisteraars. En later bij de komst van Radio 5 is Veronica ook een van de omroepen geweest die daar zendtijd moest vullen. En wij hebben besloten dat te doen met het Zwarte Gat op zondagmiddag tussen 12 en 2 en daarna Radio Romantica. En toen hadden we ook de mogelijkheid om het programma te splitsen. We hadden een uur spannende verhalen, spooktochten, zoeken naar geesten in kastelen. En dat tweede uur, wat er achteraan zat, was dan gewijd aan vragen van luisteraars. We hadden een heel panel. Wie herinnert zich niet? Anton Pauwe, paragnost, André Grote. Verder hadden we daar natuurlijk ook wat parapsychologen bij zitten. Leo Pannekoek en Peter Warnaar, dat waren dan de belangrijkste gasten in het programma. Veel mensen denken dat ik dat programma heb gemaakt, maar dat was niet helemaal waar, want ik presenteerde het alleen maar. De drijvende kracht achter het programma was Leo de Ruiter. Die is in 1981, meen ik ongeveer, is die bij het Zwarte Gat toegevoegd als redacteur. En binnen de kortste keren had hij zijn stevige greep op het hele programma samen met zijn vrouw Marijke. En, nou, zij bedachten alle onderwerpen. Zij nodigden alle gasten uit. Leo was ook een man, hij is 3 jaar geleden overigens helaas overleden. Maar Leo was ook een man die zag dat hij met dat programma ook het land in moest. Dus wij gingen om de zoveel tijd naar paravisiebeurzen, naar die speciale paranormale beurzen. En deden daar live die uitzendingen met een panel, met vragenstellers, met publiek erbij. En dat was echt uniek, zoals ik al zei. En die twee paragnosten, André Grote en André Pauwe. Anton Pauwe en André Grote, wat waren dat voor mannen? André Grote was meer een wat ingetogen introverte man, is hij nog steeds trouwens. En die bekeek de mensen vaak meer van binnen, dus psychologisch. Waarom ben je ziek? Waarom heb je deze afwijking? Waarom lukt je leven niet? Of waarom overkomt je dit en dat? En Anton Pauwe was meer de extraverte huistuin- en keukenparagnost. Ik kan me een voorbeeld herinneren dat hij een dame aan de lijn had en hij zei tegen die dame van, hij heeft zo'n heerlijk Rotterdams accent ook, hij zei, gaat u eens even voor het raam staan, want wat is dat toch bij u, heeft daar een kerktoren? En hij had die vrouw natuurlijk nooit gesproken en hij zat gewoon maar in de studio en zij stond voor haar raam. En toen zei ze, ja, dat is de kerktoren. Hij zegt, maar wat raar, die klok die staat stil. Ja, sinds 3 dagen staat die klok stil. Ja, maar dat is toch wel erg raar, doen ze daar niks aan. Hij staat op 11:50. Ja, zegt ze, dat klopt. En vervolgens vraagt hij dan, nou, u moet wel een beetje netter op de straat zijn, want er is een bende in die straat. Ja, ze zijn het huis hiernaast aan het verbouwen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ze zaten er natuurlijk ook wel eens flink naast en af en toe de waarheid gebied me dat om te vertellen dat ze af en toe wel eens moesten draaien en een beetje uitproberen, sjoemelen om het voor elkaar te krijgen. Maar sommige mensen, hebben, zoals André Grote en Anton Pauwe, hebben voor mij bewezen dat er wel degelijk iets bestaat wat wij niet kunnen verklaren. Bart van Leeuwen was dat, een van de vaste presentatoren van het Zwarte Gat. Een enkele keer nam Leo de Ruiter die taak op zich en zoals Van Leeuwen net vertelde was de Ruiter eigenlijk de grote man achter het programma. Speciaal daarom hebben we een uitzending van het Zwarte Gat gekozen waarin hij achter de microfoon zat. U hoort nu een compilatie van de telefoongesprekken die gevoerd werden in de uitzending van 22 maart 1992. Het Zwarte Gat. Een programma over het onzichtbare, het ongrijpbare en het onpeilbare dat ons dagelijks leven met een geheimzinnig waas omhult. Want er is meer dan ons verstand kan bevatten. Oneindig veel meer dan in een mensenleven begrepen kan worden. Het Zwarte Gat neemt u mee op zoek naar het paranormale. We werden een tijdje geleden gebeld door Jannie. Die zag steeds iemand hangen in een wc. Daar hebben we er toen mee geholpen, maar Jannie heeft nog een vraag. En als het goed is, hangt ze nu aan de telefoon. Jannie, goedemiddag. Goedemiddag, daar ben ik weer. Wat, wat is er aan de hand? Ja, het was heel gek, maar heb toen mijn wc helemaal schoongemaakt. Want ik dacht, afstand nemen, daar hoort schoonmaken bij. En toen ik dat deed, toen moest ik
eigenlijk alleen maar aan mijn zwager denken. En eigenlijk alle dingen die er gezegd werden in het programma sloegen, toen ik erbij nadacht, echt op mijn zwager. Kan het zijn dat ik al die tijd de dood van mijn zwager gezien heb? Ja, ik heb begrepen, beste Jannie, ja? Dat er toch, naar aanleiding van het eerste gesprek wat er geweest is... Ja? Dat later toch veel te verifiëren is geweest, hè? Ja, heel erg. Het toilet op zich, de tegel die weg was. Ja, gek, hè? En ook de buis die daar liep, ja, met de lekkage. Ja. Dus dat zijn in ieder geval de antecedenten die dus de hoofduitspraak gaan omsluiten, zeg ik altijd maar. Ja. Verder bevind ik me toch nog even in dat huis. Ja. Ik zweef een klein beetje naar boven en ik ga boven dat toilet hangen. Ja. Ik zie dus links in het toilet, zie ik dus die tegel die daar verbeterd is. Ja. Die tegel die er nou in zit, ja, daar kijk ik even naar. En ik zie, als ik er naar kijk, aan de linkerkant zie ik meer wat cement aan die tegel zit dan aan de rechterkant. Het lijkt wel of die er toch nog een beetje schuin in zit. Ja. Klopt dat? Ja, die tegel is in het hoekje afgebroken en aan, ja, de binnenkant is er geen cement. Ja, goed. Nou, goed. Dat is even ter verificatie, ja, dat we dus in het gebied zijn waar we moeten zijn. Ja. Verder is er destijds gepraat over iemand die zich daar zou hebben opgehangen. Ja, dat wou ik nog even weten. Die Herman, ben je daar toch nog meer over te weten gekomen? Ja, ik dacht dat het Herman was die hier gewoond had, maar het bleek een André te zijn. En Herman klonk mij zo bekend in de oren, maar helemaal... Ja, wat ik heb kunnen nagaan, was er geen Herman. Maar die voel ik nog steeds wel, hoor. Helemaal wel. Maar de inductor, kijk, dat is nou het leuke van dit soort zaken. Hm? Wat er in het huis aan depressiviteit gebeurd is, ja, is voor jou de inductor naar de stervensverwerking van jouw zwager. Oh. Ja, ik denk... Dus dat sloot op elkaar aan, dat, ja, dat je ook depressief bleef, hè? Ja, ik denk dat wat André zegt, dat we die inductor in de breedte, kunnen uitduwen. Ja. En of het dan een Herman is of het is een André, ik denk dat de herkenning aanwezig is geweest. En ik voor mij, jij zit daar erg mee, want je draagt dat nog steeds in je. En wat moet er nou gebeuren, ja, om dat van je af te gooien? Want dit kan leiden, die onrust, ook naar lichamelijke klachten. En juist naar die plaatsen die erg gevoelig zijn, dus, ja, de uiteinden van het lichaam, hè? Voeten, handen, het anale gebied, lippen, neus, dat soort zaken. Ja. En nou denk ik dat hier prima op zijn plaats zou zijn, Zovirax crème, dat is dus voor de lippen. Ja. Even aan die lip voelen van boven. Ja. Dat was ook nog een vraag. Ja, moet je even wachten. Ik zit even. Je moet niet al het gras voor de voeten wegmaaien. Er moet toch een uitdaging blijven. Ja, je kan toch niet praten als Anton aan je lippen zit? Nee, dat is waar. Raar, ja, gevoel, hoor. Ja, ja. Nou, ja, dat wordt meer gezegd. Maar ik ga lekker even aan die lip van je voelen. Ja. En ik ga voor je gezicht staan. De linkerkant van de lip loopt wat dun af. Ik ga naar rechts met mijn hand. En hoe verder ik naar rechts ga, des te dikker wordt die lip. Ja. Dat klopt, hè? Ja, daar zit littekenweefsel. Ik ben goed ooit gevallen en daar heb ik een schuine streep over mijn lip lopen. Ja, maar ik denk dat het ook te maken kan hebben met het feit van een gebrek aan een aminozuur. Ik noem nou maar wat. Hè? Ja. En dan het liefst essentiële aminozuren. Dat zijn die aminozuren welke niet door het lichaam kunnen worden gesynthetiseerd. Hè? En, ja, dus met het voedsel moeten worden genuttigd. En dan denk ik bijvoorbeeld aan arginine, histidine. Maar ik was met mijn boodschap naar allerlei drogisten en apotheken, maar ik kwam, ja, niet met dat spul terug. Nou, ik denk wanneer er, en die winkels zijn er, anders een natuurgenezer raadplegen. Ik maak me toch sterk dat dergelijke essentiële aminozuren, dat die niet leverbaar zijn. Hè? Ik denk aan... Is het niet verstandig dat ze dan gewoon naar een homeopathisch arts gaan? Kan ook. Ik, ja, zou denken aan iemand als Bob Hornstra, die, ja, die werkt er zeer zeker mee. Maar wat ik zeg, lysine, methionine en tryptofaan. Want kijk, weet je wat het is? Deze spullen, die zijn noodzakelijk voor de optimale groei van het kind en het stikstofevenwicht bij volwassenen. Daar moet je je niet in vergissen. En wanneer dat laatste uit balans is, dan kun je dus klachten krijgen, zoals bijvoorbeeld van die lip. Ik zou je daarvoor willen adviseren, Zovirax crème, dat is heel erg goed. Ja. En verder denk ik ook, maar dat is een veronderstelling, dat jouw bijnieren
te veel cortisoon maken. En dat is namelijk een hormoon met voornamelijk afweerregulerende functie, hè? Ja. En daar ontstaan allerlei inwendige klachten ook van. En onder andere onderhuidse vetophoping, hè? In het gelaat bijvoorbeeld. Nou, dus, ik heb helemaal nergens klachten, hoor. Ja, maar die lip die bevalt me niet. Nee, maar dat is volgens mij echt alleen maar een littekenwerk. Ja, maar toch moet je erop letten, want het kan terugkomen. Het is een soort herpesachtig toestandje. Nou. Verder, ik ga verder met je. Ja. Want ik denk ook dat ik de grens streng even aanhaal. Dat is een door zenuwvezels verbonden reeks van ganglia. Rechts en links voor de wervelkolom. En nu ga ik dus niet naar het lichamelijke, maar het geestelijke aspect. Ja. Waar jij mee zit, het verwerken van die enge beelden, ja? Want ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je, we spreken hier dan vaak van de ganglion, de ganglia. En dat heeft te maken ook de transmitter. De transmitter. Wat is dat voor ding, Anton? Huh? Leg dat eens uit in gewoon Nederlands. Nou, ik zal het even uitleggen. We hebben het perifere zenuwstelsel en het centrale zenuwstelsel. Ja. Nou zijn er in het perifere zenuwstelsel, daar zijn acetyl en noradrenaline als transmitter werkzaam. Ja? En in het centrale zenuwstelsel monoaminozuren, zoals gamma en minobotenzuur. Dat is afgekort GABA. Daarvan wil ik dat je wat gaat gebruiken. Goed. Hè? En dan denk ik dat we een heel eind kunnen komen. Want jouw motoren eindplaatjes, die vrijkomen bij de motoren eindplaat en werkt als transmitter in het CCS, het centrale zenuwstelsel, die ook weer moeten zorgen voor de overdracht van de impulsen, die zijn bij jou uit balans. Het is een hele mond vol, ja. Maar het is goed bedoeld. En ik denk, wanneer we, André, die geef ik nog even hierover graag het laatste woord, want ik denk, hij is destijds met Herman bezig geweest. Ik denk dat hij toen heel erg aangevoeld heeft dat het overlijden, het ophangen, weliswaar niet de naam Herman kwam daar aan de orde, maar dat hij toch heel sterk heeft aangevoeld dat het om een manspersoon ging die daar zichzelf van het leven heeft beroofd. Ik schakel toch nog even naar André. Ja, en ik denk ook dat het nu voor een heel groot gedeelte weg is. Ik denk dat je veel rustiger bent geworden. Ja, dat was ook meteen al, hoor. Ja. Diezelfde week al. En ik had het eigenlijk wel afgesloten, maar toch had ik toen toch zoveel vragen over dat ik dacht, ik vraag dat nog een keer. Ik voel het huis ook schoon aan nu. Oh, prima. En maar het enige wat ik nog te zeggen heb tegen je, kijk even, draag goede schoenen, want ik voel je enkels een beetje. Je moet niet die gemakkelijke slof aantrekken. Want... Nee, lekkere slof hoor. Ja, maar het zijn niet goed voor je enkelbanden. Oh. Ik voel ze een beetje afwijken, dus ik zal een beetje voorzichtig zijn. Ik voel me helemaal een pauwpakket nu ik dit allemaal hoor. Ja, zo erg is het allemaal niet. Ja, maar als wij hier van onze kant te weinig zouden informeren, dan heet het weer, wat is het gauw allemaal voorbij. Ja. Maar je hebt het, neem ik aan, op je bandje opgenomen, ik zou het verstrubelen. Ja, en, ik ga het allemaal keurig naluisteren en ik zal er aan werken. Weet jij of die André slechtziend was? Nee. Beetje ik heb hem niet gekend. Nee. Nou ja, goed. Laat maar zitten. Ja. Oké. Okay, heel hartelijk bedankt voor alle energie in mij gestoken. Jannie, bedankt. Ja, het beste. Dag. Aan de andere lijn hebben we Anton hangen. Goedemiddag. Hallo. Anton, je hebt ook een vraag. Ja, ik heb een vraag. Ik heb al vanaf mijn 14e paranormale ervaringen. En ik ben op een jaar of 4 terug behoorlijk overspannen geraakt. Ik ben toen bij een hypnotherapeut terechtgekomen. Nou, toen kwam er op een gegeven moment naar boven dat ik dus iets van vroeger niet verwerkt had. En dat weet ik dus zelf ook wel zeker. Dat heeft te maken met het overlijden van mijn broertje. En dat is min of meer door mijn moeder is gezegd dat het mijn schuld was. En nou heb ik zelf het idee door al die paranormale ervaringen. Ik mag er dus ook van diverse paragnosten die ik gesproken heb niks mee doen. Wat ik dus nog wel doe is pijn weghalen, hoofdpijn en zo bij bepaalde mensen die het weten dat ik dat heb. Maar ik voel me gewoon helemaal niet prettig. Ik heb nu weer een probleem met mijn werkgever. Wat ik zeg, ik wil nodig, ik wil daar gauw weg. Mm-hmm. Zou dat invloed kunnen hebben met die paranormale ervaringen? Ja. Nee. Sorry André, ga je gang. Wacht even hoor, ik denk dat het niet zo is, maar dat je van huis uit een vrijheidsdrang in je hebt, waardoor je niet goed kunt settelen en vooral niet kunt werken van 8 tot 5, laat maar zeggen. Mm-hmm. Dan word je gespannen en dan ga je de week al afzien op maandagochtend, begrijp je? Ja. En dat doe je een beetje, je hebt geen rust. Nee, dat klopt. En 7 jaar voel ik bij jou, de belangrijke leeftijd was er voor je toen. Ja, dat klopt. Toen is mijn broertje dus overleden. Ja, en toen heb jij het op school heel moeilijk gehad.
Omdat ze dat ook niet begrepen. Jij wilde ook niet meer naar school eigenlijk, omdat je... Nee, klopt. Door je moeder ook al schuldig voelde. Nou, ik ging iedere keer naar kerkhof toe. Ja. En dat, ja. Ik woon dus nu in de buurt, hoor. Weet je dat nou zo gek is? Dat heb ik ook gehad toen ik zo oud was als jij. Toen, dat ik paranormaal zag dat een buurman doodging. En toen dacht ik ook dat ik de schuld was. Dus dan ging ik ook naar dat kerkhof toe iedere keer. En dan een beetje schoffelen en schoonmaken. Ja, maar ik zag dat van mijn broertje dus niet, hè? Nee. Maar het lijkt op hetzelfde. Ik voel nu ook dat je erg nerveus bent. Ja, dat je een beetje zit te trillen met natte vingertjes. Klopt. Als ik jou was, zou ik proberen heel simpel een tijdje yoga te gaan doen. Zodat je ontspannen raakt. Want ik voel je schouders, ik voel je nek. Mm-hmm. En je wordt ik word volgende week ook opgenomen in het ziekenhuis. Ik moet geopereerd worden. Ja, je wordt af en toe heel chagrijnig. Ja. En dan kan je niemand in je omgeving dulden. Mm-hmm. Ik raad je aan yoga te gaan doen. Mm-hmm. En in ieder geval over een maand of twee... Anton heeft je nog meer te vertellen. Maar over een maand of twee ons toch weer te schrijven hoe het gaat met je. Ja. Wil je dat? Ja, dat wil ik wel doen. Ja. Ik denk toch... Maar hou je even in de gaten. Ja, ik denk toch, André, in aansluiting op hetgene jij zegt... waar ik me heel eind in kan vinden... dat is toch dat het cruciale moment... jij haalde dat al aan... dat is die moeder... met die alles overheersende gedachten. Ja, want nou ben je natuurlijk naar een hypnotherapeut geweest... en ik denk dat je overal naartoe kan gaan... maar het essentiële punt is... ja, wat destijds door je moeder qua schuld aan jou is doorgegeven. Ja. En daar moet aan gewerkt worden. Trouwens, ik ga even boven het kerkhof hangen waar dat broertje ligt. Mm-hmm. Ik denk dat ik daarnaast nog 3 graven zie liggen... en ik wil naar een hoekje lopen... Ja, het klopt. Hij ligt op de hoek. Juist. En daar liggen denk ik nog 3 graven bij. Ik zie weinig... Het is ook... Ja, het is even. Ja, oké. Okay. Ik zie dus voor het graf, als ik daar sta, zie ik weinig begroeiing. Het lijkt wel of dat daar een V-vorm in de begroeiing zit. Dat is de V van Victory. Mm-hmm. De V van Victory. Ik denk dat daar de tuinman een tijd geleden geschoffeld heeft. Het is een beetje, klein beetje aan de voet van dat graf. Het zie ik veel onkruid staan. Klopt. Ja, ik ben er nu al bijna een jaar niet geweest. Ja. Het is ook vrij ver weg. Ja. Ik sta daar en ik krijg de V van Victory. Nou, we weten allemaal Winston Churchill destijds. Die stak die 2 vingers op en dat was de V van Victory. Ik haal eruit dat je broertje het licht gevonden heeft en dat hij de vrijheid voelt. En dat hij op de een of andere manier... Je moet eens een goede foto van hem neerzetten. Ja, heb ik niet. Ja, dat is nou jammer. Of een voorwerp wat van hem geweest is. Was die blond? Geen idee. Oh. Ik kan er ook niet. Ik kan er op geen moment met mijn ouders over praten. Maar moet je luisteren, hè? Ik zou toch, als ik jou was, langzamerhand een beetje van je moeder eisen dat ze toch wel excuus aan je aanbiedt. Dat doet ze nooit. Nou, dat moet je toch een keer vragen weer aan de, want dit kan niet. Ik bedoel, dit is heel erg voor een kind. Hè? Nou, zij zegt gewoon, je beeld je dat allemaal in, je moet je niet aanstellen. Ja, maar zij heeft jou dat verweten toen. Mm-hmm. Ja, maar jij zit hiermee, want ik ga ook naar het lichaam. Ik ga naar de kolom, de dikke darm. De aflopende, daar zit ik ook erg. Dat gaat er allemaal op zitten. Ja, als spanning op je darmen en je maag. Daar moet je erg op letten. Ja, ik heb ook maagklachten. Nou, daar gaan we. En wanneer ik daar dus in de kleine convatuur zit... Kijk, maagzweren, daar praat ik nou even niet over. Maar ik haal het aan. Mm-hmm. Die kunnen in de maag, maar ook in de 12-vingerige darm zitten. Dat zijn heb ik vroeger gehad. Nou, daar gaan we. Maagvlies, hè? Ja, maar hij moet opletten, jij moet opletten... dat die plekken, waar je het vroeger al last van hebt gehad... dat zich dat niet gaat herhalen. Dat is jouw zwakke plek. Ja. Verder, je rechteroog is ook niet goed, je linkeroog is beter. Oh, dus ik voel het precies andersom. Nou goed, dan moet je andersom gaan zitten, dan zie ik je goed. Hè? Maar goed. Laten we nog maar even lachen ook, anders wordt het allemaal zo drastisch. Oh nee, dat kan ik ook nog wel. Maar ja, aan de andere kant, je gaat zo twijfelen... Hè, of ik nou wel wat mag doen om bijna weg te halen. Maar, dat kun je rustig doen, maar ga nu eerst naar yoga. Schrijf ons over 2 maanden, alsjeblieft weer. Ik schrijf over 2 maanden terug. Oké. Okay. Hey, bedankt. Hè. Anton, veel sterkte. Thank you.
Goedemiddag, het is 2:02. U luistert naar het Zwarte Gat. Aan de telefoon Tieneke. Ja, goedemiddag. Hallo. Tieneke Wijnand. Waar zit je mee? Ik zit namelijk met heel erg nachtmerries. Die heb ik eigenlijk sinds vorig jaar januari. En dat is een nachtmerrie wat dus eigenlijk steeds terugkomt. Wel steeds in een andere vorm. Het begint dus eigenlijk met een stem die mij dus bedreigt met allerlei nare dingen. En ja, het is een stem dus waar ik vreselijk bang van word. En als die stem dus geweest is, dan volgt er meestal iets van een golf wat mij dus overvalt. En ik weet eigenlijk niet goed wat ik daarmee aan moet. Want de ene keer dan probeer ik er tegenin te gaan. En dan heb ik het idee dat ik door de hele slaapkamer heen en weer geslingerd word. Mm-hmm. En een andere keer dan weet ik niet hoe snel ik moet vluchten. Mm-hmm. Herken je die stem? Nee, het is... Het zit in jezelf. Het zit hem in jezelf. Tieneke? Ja? Het zit hem in jezelf. Weet je wat ik erbij doorkrijg? Ja. Een verstoring in het, tussen het esoterische en stoffelijke lichaam. En ik zou willen zeggen, aangezien ik een klein beetje boven Narcissen, ik vlieg een beetje boven Narcissen rond. Daar vlieg ik rond. Eens even kijken hoor. Ik blijf op één plek. Blijf ik in de buurt zitten. Keukenhof zie ik onder me liggen. Ik ga een beetje hoger. Keukenhof. Strandballen. Strandbol. Strandbol. Zeg, een vuurtoren je wat? Ja, dat klopt. Goed, ik klauter tegen die vuurtoren op. Ik klauter er tegenop. Ik zit daar bovenin. En ik zie het water op een vlak. I want to speak English. Have you been, do you speak English? Ik zou niet weten waarvoor, maar goed. Nee, maar zegt Engeland je wat? Nee, eigenlijk niet. Maar ik kijk wel naar Engeland. Dus ik zie daar wat strand, zee tussen zitten. Dus volgens mij zit ik toch wat betreft de locatie niet zo ver weg. Nee, dat klopt. Goed, de strandbol zie ik. Goed, we gaan eens kijken. Ik heb al gezegd een verstoring tussen het esoterische en stoffelijke lichaam. Daarvoor adviseer ik je eens wat meer calcium fosforicum D6 te nemen. En ook, zoals mensen dat wel eens hebben, die plotseling met een schrik wakker kunnen worden. Ja. Dus dat is dus waar ik op duid, een verstoring. Hè? En wat een collapsgevoel kan geven. Alsof je bij wijze van spreken je niet meer kan bewegen. Ja, zo zie ik het eigenlijk. Het is ook inderdaad een heel verlammend gevoel. Ja, en jij hebt te veel energie bij je. En ik denk zeer zeker dat wanneer jij dit louteringsproces, want daar praten we over, aan je voorbij laat gaan, dat je toch veel met je handjes zou kunnen gaan doen. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, meer op het creatieve vlak, als ik het goed begrijp. Ja, maar je hebt een heleboel energie bij je. En dat moet je op de een of andere manier kwijt. En dat kun jij niet kwijt. En angsten heb je ook bij je. Je moet eens anafraniel gebruiken. Dat is heel erg goed voor die angsten. En ik zie toch een betere tijd komen. Alleen je moet geen kinderen meer nemen. Geen kinderen? Nee, zou ik niet meer doen, joh. Nee? Dan krijg je die postanale depressie. En tegenwoordig hebben die heren artsen uit de allopathie ook vastgesteld dat ook de schildklier bij postanale depressies een hele belangrijke rol spelen. En is je gewicht veranderd? Nou, wel iets, ja. Ik was vrij behoorlijk aan de zware kant toen ik zwanger was. Ja, zie je. En ik adviseer je ook ter normalisering van de schildklierwerking wat kelp, vitamine B en lecitine. Dat verpakt in één en dat zou je ook wat meer rust geven. En dan heb je kans dat het allemaal wat gaat liggen, die storm. Ik geef nou het woord aan André, anders lijkt het wel of ik hier alleen zit vandaag. En dat is niet de bedoeling. Ja, even een vraag. Heb jij in een polder gewoond? In een polder? Nee, ja. ik woon hier al eigenlijk mijn hele leven lang dus. Ben je nooit bang geweest voor zee of golven of water? Nou, als kind had ik daar wel nachtmerries over. Ja. Dus die nachtmerries die komen eigenlijk een beetje terug. Ja. Ja, want je vertelt over een golf. Even kijken hoor, ik heb het gevoel dat je dan ijskoud wakker wordt. Ja. En dat je dan helemaal geschokt bent, dat je dan die beelden blijft zien en dat gevoel blijft houden. Ja. Ik denk er ook een beetje aan de leverfunctie hoor. De vitamine B zou ik toch al een beetje extra nemen als ik jou was. Mm-hmm. Want het is ook altijd een vaste tijd hè, dat je wakker wordt dan. Ja, dat weet ik dus niet. Ik weet wel dat het 's nachts plaatsvindt. Ja, maar ik denk dat het tussen 4 en 5 zou kunnen zijn. Ja, dat zou kunnen kloppen. Ja. Ja. Maar goed, ik zou dat toch doen. En ik zou toch eens veel denken over je jeugd en dingen die je bedreigen. Als je dat nu eens naar boven haalt, dan weet je waar het vandaan komt.
Ja. Bijvoorbeeld iemand in je jeugd waar je steeds het gevoel had, daar moet ik uit de buurt blijven. Weet je wel, je kent dat gevoel wel. Nou, zo van... Ja, ik heb dat eigenlijk nooit echt zo beleefd. Nee, maar heb je vroeger wel eens gelogeerd op een boerderij? Nee, ook niet. Waarom zie ik dan een boerderij bij je? Ja, een boerderij, ja, dat zal misschien toen ik een jaar of 16, 17 geweest zijn. Maar... Ja, en waar was dat? Dat was in Gaanderen. En hoe vond je dat? Heel erg gezellig. Ja. En toen had je geen nachtmerries? Nee, nou in die tijd, niet dat ik weet eigenlijk. Nou, ik zou een heel simpel advies geven, kunnen het kort houden. Zet je bed even als je kunt, noord-zuid. En ga dan hoofdeind noord en voeten zuid. Ja, ja. Denk je al een stuk van je nachtmerries af bent dan. En geen wekkerradio naast je bed, hè, een elektrische. Geen elektrische? Nee, nee. Nou, mijn bed die staat in ieder geval ook noord-zuid hoor, dus... Staat het bed noord-zuid? Ja, het bed staat noord-zuid. En kijk dan even goed of je geen extra elektrische dingen in de buurt hebt die je nachtjes kunnen verstoren. Nee, maar ja, er staan een televisie en een video, dus. In je slaapkamer? In mijn slaapkamer. Hallo. Nou, probeer die maar eens een week weg te zetten en kijken hoe je slaapt. Ja. Oké. Okay. Prima. Dag. Bedankt. Tineke, bedankt. Oké, bedankt. Brigitte? Ja, goedemiddag. U spreekt met Brigitte Kapols uit Zeist. Goedemiddag. Goedemiddag, ik had geschreven. Mm-hmm. Ik had een vraag over blauwe bollen of ballen, zoals je het noemen wil. Ja. Die mijn man en ik vrij veel waarnemen. Ja. En die de laatste tijd overgaan in een hele mooie violetachtige kleur. En dan kunnen exploderen. Nou, dat heb ik eigenlijk nog niet zien gebeuren. Nee, maar ik zie ze zo, heb ik ze ook gezien, zo in een soort krakend geluid. En dan zie je de prachtigste kleuren. Het is alsof er dan een aura-explosie is, heel positief. Ja. Ik ken die bollen heel goed. En die zie je voornamelijk bij mensen die geestelijk op één lijn met je zitten. Of die je kunt helpen. Ja. En jij bent op dit gebied aan het werk. Ja, klopt. Dus je zult ze kunnen waarnemen bij mensen waar je wat mee kunt. Ja. En heb je dat ook ervaren? Nou, ik heb er eigenlijk niet zo op gelet. Het is wel zo dat ik mensen help, dat klopt. Ja. Maar het is veelal als ik s'avonds thuis zit en we zitten samen heel relaxed. En of we praten of wel of niet. Mm-hmm. Dan nemen we ze ineens waar. Ja, maar bij elkaar. Ja. Maar goed, ik zou eens dan goed denken aan personen die je die dag behandeld hebt. Want het kan zijn dat je behandeling gewoon doorgaat, dat weet je, hè? Ja. Met paranormaal genezen. Ja. Dat die personen die bij je zijn geweest nog steeds aan je denken. Oh. Dus ik zie bijvoorbeeld een wat oudere man met een bril op. Oudere man met een bril. Ja. Een hele serieuze man. Ik zou het niet weten. Volgens mij is die, heeft hij gewerkt en is afgekeurd. Oh, dat klopt. Hij heeft geen bril, toch? Maar ik zie hem met een bril. En wel een bril. Mijn man zegt, ja, wel een bril. Dat klopt, ja. André. Ja, sorry, ik zit eigenlijk... En die man, die hoort ook bij jou. Die man, die zie jij als een soort vaderfiguur. Of vind je een hele prettige man. Ja, is het ook. Dat klopt. Hij kan heel moeilijk praten. Ja, klopt. En, maar je voelt bij hem des te meer. Nou, kijk, daar heb je zo'n voorbeeld van een mens waar je zo'n mooie blauwe bol bij kunt zien. Ja. Weet je, mag ik je nog eens wat daarover vertellen? Ja. Ik heb een vriend die is een paranormaal erkend genezen. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik heb een schilderij uit Spanje. En toen vroeg hij aan mij of dat van een vrouw was die dat geschilderd had. Ik zeg, nou, ik heb hem van een man gekocht. Ja, hij is van een man. En ineens zie ik allemaal een heleboel kleine blauwe balletjes om het schilderij. Ja. Nou, dat is hetzelfde. Daar heb je ook een goede band mee. Maar nogmaals, heel kort. Want jij zegt namelijk dat ook een paranormaal iemand heeft gezegd dat het negatief zou zijn. Ja, klopt. Dat is het beslist niet. Oh. Blauw heeft met hoge geestelijke esoterische gevoelens te maken. Ja. Ja. Blauw is ook de kleur van de ijver, hè? Ja, dus je bent in wezen dus een telepathisch genezeres. Je doet meer met je geest dan wat je handen zeggen. Ja. Dus de nawerking van de genezing die jij toepast, gebeurt nadat je het met de handen hebt gedaan en niet op het moment. Oh. En toch hoor ik ineens, nou ik zo je aan de lijn heb, hè? Ja. Hoor ik ineens hele mooie muziek van oude componisten. Oh. Is even wachten. Ik ga als een oude ekster. Ja, een beetje zware ekster natuurlijk. Dat is die uil Anton. Die uil die heeft vandaag ook weer bronchitis met dat vee. Dat is hopeloos. Net als ik momenteel. Heb je ook bronchitis? Nee, maar een verkouden en hoesten. Ja. Nou, ik ga toch nog eens even als die oude ekster. Ja. Moet wel een beetje veel zorgen dat ik een beetje zware ekster ben. Dus komt de lucht niet in. Dus even kijken hoor, want ik steek toch altijd weer mijn nek uit. De Bachbuurt, de Bachlaan, zeg je dat wat? Nee, de Bachlaan zegt me niets. Ik ben wel met een Bachbloemremedie bezig. Nou, daar gaan we dan is dat het. Kijk, want dat is het moeilijk in het paranormale, hè? Het multi-interpretale. Ik hoor de naam Bach. Ja.
Ja. En de baggermedie, daar hebben we dus 39 soorten van. Ja. En een van die soorten is patience. Patience is geduld. Jij moet geduld opbrengen. Wat André inderdaad zegt... Dat die... klopt. Yes, you have to be. Why I speak English? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik heb de laatste tijd heel sterk, en ik weet niet hoe dat komt... Yes. Dat ik naar Engeland getrokken word. Zo, zo, very important. Yes, en ik word zelf... And why you go to England? Why you intended in England? Dat weet ik wel waar ze heen wil, Anton. Ja, vertel eens, André. Avebury in Glastonbury. Dat zegt me niet. Nee, maar daar zijn die stones, die stone circles, moet mij horen. Die steencirkels. En dat voel je. Ja? Het wordt de laatste tijd bij een heleboel mensen duidelijk dat dat een heleboel te zeggen heeft over het wel en wee van de aarde. Ja. En de zonnewendedagen, 21 december en 21 juni. En ja, die zijn voor paranormaal genezen erg belangrijk, vandaar dat je naartoe getrokken wordt. Nou, het is heel vreemd. Heel erg, heel sterk. Maar ik weet, als klein kind zijnde, had ik al heel sterk, zag ik veel open gebieden. Ja. En een oud stenen huisje. Ja. En dan was ik met, ik neem aan dat dat mijn vader was, alleen. En dat voelde ik me altijd heel prettig. En dan liep je te huppelen in de wei als klein kind met lang haar. Veel te dromen, fantaseren, wat ik nu ook graag nog wel eens doe. En heel vrij en vrolijk. En de very, very important. Ja? Very important. En hoe vind je dat ik Engels met je praat? Very nice. Oh, you think it very nice. Ik was op Engels of op school heel erg goed met Engels en nu is het niet meer. Ja, maar nou nog even wat anders. Ja. Want ik ging er net als een ekster door het zwerk. En een ekster, dat is een roofdiertje, hè. Als die glinsterende dingen ziet, dan wil die ze meepakken. Ja. Pas op voor je ring, hoor. Hè? Pas op voor je ring. Nee, maar er is iemand, er is iemand die als een ekster tegenover je staat. Ja. Die is een beetje jaloers. En of heb je een mooi sieraad daarboven liggen? Nee, ik heb helemaal niets van mooi. Dan is het iemand die jaloers op je is, een ekster. Oh, het kan misschien wel wat ik toen in die brief vermeld heb. Dat wat ik heb je vermeld? Want ik heb die brief niet gezien. Nee, ik heb dus vermeld dat ik eens met mijn verhaal bij een paranormaal genezen. Ja, daar hebben we het net over gehad, die dat negatief uitlegt. Die was jaloers. En die man heeft zo vreselijk tekeer tegen me gegaan. Wat een gekke benen had die man, zeg. Oh, dat weet ik niet. Nou ja, hij had natuurlijk zijn broek, je kon het niet zien, maar hele rare benen. He? Daar letten vrouwen niet op, hè? Let je daar niet op? Nou, mannen anders wel, hoor. Oh, ja. Maar in ieder geval, die man die is zo vreselijk tekeer tegen me aan. Ik ben zo geschokt. Ik heb me ook zo onnozel gevoeld op dat moment. Nou, dat was hij. Dat is hij. Heb je goed paranormaal gevoeld dan? Dat is die extra. Nou, ik weet het niet meer. Ja. Ah, het is gewoon stom. Laat je niet van de wijs brengen. Nee. Je bent perfect bezig. Dankjewel, André. Oké. Okay. Goed, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dag. Goedemiddag. Dag. Het is 2:11. Goedemiddag, dit is het Zwarte Gat op Radio 5. Aan de telefoon, Ruud. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Ruud, het Ammerklaar. Je hebt een vraag? Ja. Zeg het eens. Nou, sinds een jaar of 2,5 heb ik last van bepaalde dingen. Ik was ergens op visite. Wat voor dingen? Knak in mijn hoofd en kronkelingen. En duizeligheden. En draaierig. En het wegvallen, dat ik als ik zit te vissen aan de water, kan ik een zomer voorover kan vallen. Zie je het dan ook zwart worden? De laatste tijd heb ik dat een beetje zwartig, dat ik een beetje zwartig om me heen word. Maar zit dat aan rechts meer in je hoofd? Ja. En zit het ook aan je oorkant? Ja, ik heb ook maar laatst een beetje last van doofheid. Ja. En een beetje slecht zien, een beetje wazig. Ja. Maar waar, dat klinkt heel gek wat ik nu zeg, maar waarom bel je ons? Ik ben al bij verschillende mensen geweest. Ja. Bij de huisarts. En die zei van volgens mij moet je mij leren leven. Nou, volgens mij moet je naar een neuroloog. Dat ben ik ook geweest. Ja. En ik kon ook niks vinden. Maar heeft hij dan een EG gemaakt? Ja, ik moest foto's laten maken. Mm-hmm. En er was niks te zien. Maar zoals jij het vertelt, voel ik heel sterk sowieso de evenwichtsorganen. Ja, ik voel het. En ik voel wat alsof er een aderverdikking zit, ook in je hals. Ik voel van op de zijkant van mijn hals, weet je wel.
Vanaf de schouder zo gezegd, voel ik me zo naar boven gaan. Heb jij ooit een blessure gehad aan je schouder of je sleutelbeen? Nou, nee. Weet je waar ik nou bij die man zit? Ben je daar op gevallen? Ook niet echt, denk ik. Nee. Weet je waar ik nou zit? Hè? Ja? Ik heb hier zo aan die lijn en ik zit te denken aan... Ik krijg het woord trombocyte door. Dat zijn die plaatjes, weet je wel? Die een hele belangrijke rol spelen in de stolling van het bloed. En hoe lang is het geleden dat je de bloedbezinkingssnelheid hebt laten controleren? De bezinking... Ja, ik was toen bij de huisarts ben geweest. Ja, en was die goed? Die was goed, ja. Was aan de hand. Maar ik denk toch dat er achter het rechteroog... Achter het rechteroog zit ik. Ik eens even kijken hoor. Ik ga die schedel pakken van je. Even een andere rare vraag. Nou wil ik dat eens controleren. Als ik nu mijn handen om jouw hoofd leg, hè? Ja. Merk je nou iets? Dat is super vlug natuurlijk als ik dat zo vraag. Een druk aan mijn rechteroog, maar aan de linkerkant. Juist. Aan mijn neus. Juist. Ik heb je nou te pakken, vriend, en dan moet je eens luisteren. Dat heeft te maken met de trombocyten. Ik denk dat de doorbloeding te wensen overlaat. Ik adviseer je. Maar wel onder auspiciën van de allopathie. Ja. Ascalpodus, 300 milligram. En onder de competentie van de allopathie, hoor. Niet dat je op eigen houtje hier gaat mee experimenteren. Nee. Maar dan denk ik dat we een heel eind kunnen komen. En wat ik je wel zonder meer kan adviseren, zonder auspiciën van de allopathie, dat is Geria Vos van Vogel. Dat heft ook doorbloedingsstoornissen op. Maar ik denk dus een onderzoek naar de trombocytenwerking, dat moet prevaleren. En ik blijf toch die hele rechterkant voelen, Anton, ook vanuit de schouder. Ja, het is ik de rechterkant. Toch een druk vanuit die schouder en ik heb toch het idee... Ja, eigenlijk ook om ook scheef te gaan zitten. Ja, maar, ja, nou, maar je zit ook scheef, vriend. Ja, ik ging naar scheef zitten. Maar jij zit helemaal scheef. Weet je, het punt blijft gewoon dat ik voel die halsslagader en dat moet onderzocht worden. Je moet gewoon net zo lang zoeken tot ze het vinden, want dit is volgens mij een medische oorzaak en geen psychische. En dan willen ze het wel op schuiven omdat ze niks kunnen vinden. Maar ze moeten doorzoeken. Nou, het is medisch. Dit is medisch. Het is medisch. En, ik voel ook toen ik was, visite, een knak aan de rechterkant van mijn hoofd. Ja, daar gaan we al. Ik voel zo eigenlijk of ik naar beneden werd gedrukt met mijn hoofd. Je moet teruggaan naar je huisarts en je moet eisen dat ze het verder onderzoeken tot ze weten wat het is. Fred. Wie is Fred? Fred. Ja, weet het niet. Fred. Ja, ik heb wel een kennis, Fred. Nou, waarom zeg je dat nou niet? En wat is dat voor iemand? Zegt hij nou toch? Nou, maar die heb ik al jaren niet gezien. En waar woonde die? Die Fred? Waar woonde die? Daar wil ik even op doorgaan. Of ja, ik heb twee kennis die Fred heet. En wat doet die andere, Fred? Zeg eens op, wat doet die andere? Eén is coach van mijn voornaamachtal. En coach de andere is maatschappelijk werker. Juist. De een is coach en de ander is maatschappelijk werker. Dus het heeft te maken met allebei pedagogische beroepen. Ik krijg toch door dat jij hier... met die klachten toch, in tegenstelling tot waar we het er net over hadden, zuiver lichamelijk, dat je toch ook naar de geestelijke kant. Er zijn spanningen bij je. Jij kunt je ei niet kwijt. Doe je aan sport? Ja, de laatste tijd heel veel. Goed zo. Ook niet te veel, hè? Moet je doen. Nee. Maar ik heb begrepen dat dit feit, dat speelt al heel lang. Ik krijg ook de rechte neusslijmvliezen zijn wat zwak. Laat eens een onderzoek doen naar de trombocytenwerking. Doe je het? Ja. Zal ik doen. Oké. Okay. En hou ons op de hoogte, hè? Ja, prima. Ja. Schrijf even weer. Ah, oké. Okay. Dag. Oké, okay, Ruud, bedankt. We hebben niet zoveel tijd meer, maar als laatste nog even aan het woord. Corrie, hallo. Hallo, goedemiddag. Je hebt last van hoofdpijn, hè? Ja, heel veel. En nou heb ik 2 jaar geleden daarbij ook nog een auto-ongeluk gehad. Ik heb eigenlijk een beetje dezelfde klachten als die voorgaande jongen. Ja, diep door elkaar met die schouder en zo. Ja. Heb jij dat? Ja. Haha. Dat is gek, hè? Maar heb jij daar een nekwervelbeschadiging aan overgehouden? Nou, men zegt van niet, maar de een zegt je hebt een whiplash. De ander zegt je hebt fibromyalgie. Ik voel hem vrij hoog in het achterhoofd zelfs. Ja, dat klopt. En ik voel ook een tinteling, een heel regelmatige tinteling, helemaal naar mijn voorhoofd. Alsof je een soort kippenvel hebt in je hoofd. Dat klopt. En aan de zijkant van mijn hals, net of die ader dik is, ja, dat heb ik.
Ja, en het is dus zo dat, dat ik vermoed dat je het beste terecht kunt bij een arts voor orthomanipulatie. Daar ben ik geweest. En wat kan zei die? Niks van me doen. Kan hij niks doen? Nee. Maar weet je, tragisch. Wat jij zegt is natuurlijk waar, André. Maar ik heb het gevoel dat ze daarna loopt te zweven. Ze weet het niet meer. Ik krijg hier ook bij door. Dat klopt. Ik krijg hierbij door occipitale neurologie. Dat heeft met de achterhoofdzenuw te maken, ja. De draaier en de atlas. En ik krijg ook, als jij nou bijvoorbeeld heel lang je armen in de hoogte moet doen, hè? Dat kan ze niet. Dat kan ik niet. Juist, daar gaan we. Weet je waar ik aan ga denken? Aan de halsrib. En de halsrib, die zit bovenin. En er zijn verschijnselen van bekend dat door ingrepen, dat mensen daarvan opknappen. En dan daar moet je nou niet direct van schrikken. Maar als je het al zo lang hebt, en ik neem aan dat je dat al lang hebt, dan nemen ze, dan plaatst de chirurg een ingreep onder de oksel naar de nek toe. En dan heb je kans dat de vaatzenuwstreng weer wat meer mogelijkheden krijgt. En dat jij je armpjes weer lekker omhoog kan doen. Daarbij kun je dus ook duizelig zijn. Ja, natuurlijk. Omdat dus de bloedtoevoer naar het hoofd te wensen overlaat. Natuurlijk, juist daardoor. Ja. Ben je ook misselijk? Ja, vaak. Ja. Ja, maar had je dat voor die tijd ook al wel eens? Nou, wel veel minder hoor. De klachten zijn allemaal veel... Ik heb het gevoel, hoe meer ik naar iedereen toe ga, des te erger het allemaal wordt. En ik op laatst, ik zie er helemaal geen... Je wordt scheidsziek van, zo gezegd. Inderdaad, en ik wil zo graag. Ik wil niet bij de pakken neerzitten en zeggen, leer er maar mee leven. Pak dan die halsrib. Zou je dat doen? Ja. Laat daar nou eens een onderzoek naar doen. En er is een speciale chirurg in Nederland. Ja. Die daar zeer competent mee omgaat. Waar zit hij? Ja, dan zou ik heel even, want de bescheiden erop na moeten slaan. We kunnen je daarna de uitzending over terugbellen. Graag. Maar dit is een man die weet waar hij het over heeft. Ja, en ga alsjeblieft niet zo sterk in elkaar zitten, zoals je dat nu steeds doet. Dat je trekt steeds je schouders ook op. Ja. Ja, dat weet ik wel. Maar probeer te ontspannen. Laat je af en toe eens je schouders en je nek lekker masseren. Toch heb ik nog een slotvraag. Heeft met de hele toestand niks te maken. Je hebt toch wel eens die poppen? Hoe heet dat nou, die angstaanjagende poppen? Ik vind ze altijd een beetje angstaanjagend. Waaiangpoppen? Ja. Ja, wat zeg je dat? Je hebt van die waaiangpoppen, hè? Terangbolang. Ja, wat zeg die ken ik wel. Wat zeg je dat wat? Nou, ik heb vroeger veel met donkere mensen omgegaan. Juist, dus via de waaiangpop krijg ik dat je veel met donkere mensen hebt omgegaan. Je moet, waarom ik dat nou doorkrijg? Ik denk toch... hoe lang is dat geleden dat je met die donkere mensen omging? Nou, een jaar of 15 geleden. En, mijn man is verloofd geweest met een Indisch meisje. Ja, en hebben jullie een voorwerp in huis? Wat met Anton? We moeten bijna ophouden. Jammer, een schilderij uit Indonesië. Jammer, we kunnen helaas niet verder. Okay. Ja, ik denk dat ze even aan de telefoon kan blijven hangen. Ja, misschien zo dat schilderij, daar gaat een enge werking van uit. Ja, dat zou kunnen. Ja, hoe lang heb je dat? Dat schilderij hebben we nu 9 jaar hier in huis. Ik vind een eng schilderij. Het doet me denken aan een skelet. Ik vind het mooi, Anton. Het zijn mooie kleuren in ieder geval. Toch krijg ik een beetje iets wat met een overleden entiteit. Ik weet het niet, maar ik vind het niet prettig. Ik vind het wel mooi. Leuk, hè? Nou, dat mag toch? Ik moet er even tussen positief en negatief, dat is prima. Ja. We zijn bijna door het programma heen. Corrie, blijf nog even aan de telefoon. Ja, dankjewel. Dit was het Zwarte Gat voor vandaag. Volgende week zijn we in Rotterdam. Bedankt voor het luisteren.